gat moet eerst dicht. We zitten toch echt in de finale nu, hoor. Ja, zeker. Wordt een sprint. De bal voorop, Bert-Jan van der Veen voorop, de groep. Hogeboom Aarts, minimale voorsprong. Nu wordt het tempo gemaakt, ook door Heideman. Ja. Heideman die dat doet voor Berga en Smit. Maar nog steeds hebben die mannen een minimale voorsprong. Ja, als ik toch René Ruitenberg was, ging ik nou toch gang maken. Maar ze wachten. Ze spelen hoogspel, de jongens. Want Ruud Aarts staat zeker niet stil. Dus we hebben Hogeboom op kop, Aarts in tweede positie. Finale Nederlands kampioenschap. We krijgen een opvolger van Bert Verduin. Als ik het zo zie, denk ik dat René Ruitenberg voor eigen kans gaat. Bart de Vries in tweede positie. Die wordt goed gang gemaakt door zijn ploegmaat. Stuut als eerste van de toppers. Topsprinters voorin op vijfde positie. De positie van Bart de Vries ook niet helemaal ideaal natuurlijk. Als je als tweede van het peloton zit, vang je toch iets te veel wind. Het mooiste zou zijn als je nou op zesde, zevende positie zit. Dat je het daar komen ze, daar komt Ruitenberg. Ja. Die gaat het toch aantrekken. Ruitenberg, Ruitenberg gaat het nu aantrekken. Ja. Lange sprint hoor. Ja. Aarts is gezien, Hogeboom is gezien. Ruitenberg zal zelf gaan hoor. Dit is geen sprint aantrekken. Die houdt niet meer op. Ruitenberg op kop. Daar komt Timmerman rechts. Daar komt Struttinga links. En waar is Huisman? Huisman achter Struttinga. Helemaal links. De man in het zwart. Ruitenberg nog op kop. Struttinga, Huisman komt eraan. Huisman in het zwart. Struttinga, Huisman. Ja, Huisman. Struttinga. Boeven. En ik denk Berga. Berga vierde. Huisman, Struttinga. Boeven. Bergma, Ingemar Berga, dat is de top 4 van deze sprint. En dan heb je toch waargemaakt. Ja, en is het feestje bij Mombarg natuurlijk ook groot. En natuurlijk bij die ploeg. De acrobaat van het peloton maakt het waar. En het was even acrobatiek toch hoor. Zoveel ruimte had hij niet aan de rechterkant. Nee, het was toch weer een beetje duwen en trekken. En ja, je ziet het. Je hebt de hele wedstrijd niet gezien. En toch winnen. En dat is ook een kwaliteit. Goed, Sjoerd Huisman kampioen, hier is hij. Gefeliciteerd. Wachten en dan op het juiste moment. Fantastisch. Ja, de gouden wedstrijd. Sjoerd! Niet te geloven. Omarmd door Hulsbos, speelde een belangrijke rol, hè? Teamwork. Klasse. Ja, hij is goed, de sprinter, hè? Mooi, man. Super gaaf. Sjoerd, nog eventjes. Kun je toch iets over de... Sjoerd, iets over de wedstrijd. Hoe was dat? Dat krijg je niet zo mee. Ja, hoe is dit, jongen? De hele wedstrijd, groepjes weg, alle internet demereert. En, ja, dan moet je wachten, twijfelen. En dan gaan ze vlak voor de finish, demereren ze nog weg. Dan denk ik van, nee, het zal toch niet gebeuren. Dat na 100 kilometer de slag nog wordt geslagen eigenlijk. Ja, dan op het einde kom je erbij, ernaast. En er overheen en dan, dan schrik je kapot. Het is echt lekker. Goh. Bert Verduin was 12 jaar kampioen. Bert Verduin heeft eeuwigheidswaarde, jongen. Ik hoop dat hij voor 20 jaar blijft staan. De buurt van Sjoerd. Ja, oké. Okay. Wat een sprint. Huisman is Struttinga hier nog niet voorbij. Dan passeert hij rechts. Is niet veel ruimte. Tikt hij ook Struttinga aan met zijn schaats. Waardoor Struttinga uit de balans raakt. En we weten dat Huisman zo'n acrobaat is die elk gaatje opzoekt. Je ziet het, hij is de finish nog niet voorbij en hij heeft zijn schaats al niet meer nodig. Dit is Huisman ten voeten uit.